Dan moet dat iets doen, hallo. Stap met die jongens, hey. Welkom bij een nieuwe aflevering van Tata's Onder de Loep. Ik sta hier vandaag in Den Haag. Ik doe het vandaag natuurlijk ook niet alleen. Dit is Luca Gilioot. Hij gaat mij vandaag helpen om de Tata's uit de tent te lokken. Wat gaan we vandaag precies doen? We gaan weer een nepgevecht doen. Kijken of mensen ons tegen gaan houden. En we gaan weer een fiets delen. Vorige keer ging dat niet zo goed. Hier heb je een voorbeeld. Hierbij ben jij aangehouden. Want jij staat een fietsslot door te zagen. Hallo. Omdat nodig is en omdat jij even een flauw grapje of zo wil maken. Nou, we doen het in elke stad. Nee, luister. Ja, nou dat gaan we op het bureau uitzoeken. Ja, elke keer kwam de politie erbij terwijl de Tata's zelf moeten ingrijpen. Gaan kijken hoe dat in Den Haag gaat. En voor het nepgevecht hebben we natuurlijk ook hulp gekregen van een echte stuntman, Gino. We gaan even kijken hoe het bij hem was. Wat is nou het belangrijkste bij een nepgevecht? Veiligheid, dat is nummer 1. En daarna inderdaad de technieken. Oh. Wat doe jij aan Niffo? De achtergrijd hier naar voren. Ja, that's it. Ja, perfect, that's it. That's it. Dat doen we het. Oké, nou nogmaals bedankt Gino. En ben je er klaar voor? Ja. Is cool, Monique. Ik hou nog steeds van je, bro. Ja. Ondanks dat ik ga slaan. Let's do it. Hey, what the fuck, gast? Wat doe je? Vind je zo loopt tegen me aan? Zo loopt tegen mij aan? Ik heb vriend, wat kom je nou dichtbij te doen? Wat doe je, vriend? Dichtbij te... Fuck, jongen, hè? Kom dan. Hey, wat is er? Doe wat doe je? Ja. What the fuck? Hè? Kom. Fuck, flikker op, jongen. Ga van me af, jongen. Jongen, flikker op! Ga niemand even iets doen, hallo? Stap met je jongens, hey! Jongens, stap even! Hey. Stop! Yo, what the fuck, gast? What the fuck doe je? What the fuck, ga je me beuken? Zo moet je me aanraken, dat is fucking normaal. Ga je een stuk de lange lopen? Een gool of zo. Hoezo moet je me aanraken? Ben je idioot of zo? Nou, wat wil je, man? Je zit toch denk ik fucking langs proberen te lopen? Ja, weet je hoe breed het hier is, man? Kijk, je komt er vanaf daar. Ik weet toch makkelijk aan de kant gaan? God, wat is je probleem, man? Ben je mongool of zo? Wat wil je dan, jongen? Ben je idioot? Wat is er? Wat is er, jongen? Is er wat? Nee? Is er wat? Gaat het goed met je? Is er wat? Jongen, ga weg, man. What the fuck is er, vriend? Jongen, man. What the fuck, jongen? Wat is er? Jongen. Ophouden. Ga weg, jongen. Lekker op, jongen. Lekker op, man. Goed. Doe maar rustig aan. Loop tegen me op, vriend. Gast, what the fuck, jongen? What the fuck, jongen? Ga weg, man. Jongen, what the fuck? Lekker op, man. Wat wil je dan, jongen? Oh, fuck. Oh, fuck. Flikker op, jongen. Wat moet je nou doen? Flikker op, jongen. Dat is... Moet je, jongen. Dat is... Moet je, jongen. Kijk op, jongen. Kom maar. Kom maar, jongen. Ga eens doorlopen doen. Ga niet doorlopen doen. Rustig. Even een touwtje, hè? Het is gewoon op 7 augustus komen ze online, man. Dat was om te doen. Den Haag. Ja, ze hebben best wel balletjes. Oh, dat kwam er gewoon tegelijkertijd uit. Ze hebben best wel balletjes, ja. Ik moet zeggen dat bij het gevecht ging het best wel goed met Den Haag. Ja, ze kwamen allemaal ertussen, dus... Ja, we hebben nog een experiment. Fiets delen. We gaan kijken wat er gaat gebeuren. Ik ben benieuwd, man. We gaan gewoon een fiets delen en dan zien we weer of de politie komt of mensen ertussen komen. Ik heb geen idee. Ik ga beginnen, man. Maak hem maar ergens vast. Dat doe ik. Let go.
doet of mensen in Den Haag me aan gaan spreken. Gaan mensen nog wat doen of gaan ze alleen maar kijken naar me? Daar ben ik niet voor gekomen. Lacht iedereen naar me. Ik heb het gevoel, alsof niemand het gevoel dat ik echt een fucking fiets aan het stelen ben. Hè? Is het wel jouw fiets? Ja. Ik voel me nu echt heel erg bekeken. Iedereen in de omgeving zit naar me te kijken. Ik zwaai gewoon naar mensen. Zit er gewoon om me te staren. Zwaai ik gewoon terug hoor. Tuurlijk, ik ben toch niet onaardig. Ik sta gewoon naar die mensen terug. Die man vroeg of het mijn fiets was. Ik zei ja. Tuurlijk. Nee, maar ik ging wel een beetje vaag doen. Ik ging wel een beetje vaag reageren van oké, nou misschien, nee. Maar die mensen die staan daar te kijken. Je moet eens kijken, gaat dat filmen? Gaat dat filmen? Ik ben best wel gechoqueerd, ouwe. Niemand heeft me aangesproken. Eén iemand zei, is dit jouw fiets? Ik zei ja. En dat was het. We hebben heel veel mensen zien staren en kijken van... Ik heb gewoon echt mensen zien kijken. En gewoon, ik spreek een man hem aan. Ik denk, nou, dit is het moment. Die gaat hem pakken. En weer niks. Gewoon. Ze kijken hem gewoon echt aan zo en ze lopen verder. Luca, ik geef het petje aan jou. Hopelijk fix jullie dit daarna. Hebben jullie meer ballen. Hij mag gaan proberen. Hey, is it your bike? Why? What are you doing there? I'm trying to get this bike. So why are you doing this? Because I don't have a bike. Oh, that's sad. But are you even talking to this? Would be a good idea to try to steal a bike. So people will be happy about that. So I would suggest you stop there. Otherwise, I will call the police. You will? If I'm not from here. So there will be no way to get any bike. Of your friends doing it. I'm really sorry. Alright. Good. Bye. Bye. Ik ben teleurgesteld. Ik ben ook een beetje... Sprakeloos, bijna. Het ging zo goed, hè? Ze grepen allemaal in tijdens het gevecht. Ik had zoveel hoop. Gingen we fietsen stelen? Niemand. Alleen kijken. Ik ben wel één keer aangesproken. Eén keer, maar ja. Niet de Nederlanders. Engelsen. Ja, daar heb je niks aan, jongens. Zo teleurstellend, maar ja. Maar ze hebben het over het algemeen goed gedaan. Ze waren in ieder geval niet snitjes die de politie gingen bellen. Dus wat voor cijfer krijgt Den Haag? Een 7'tje. Ik ben het ook eens met een 7, man. Oké, jongens en meisjes, wij geven een 7. Laat even weten wat voor cijfer jij Den Haag vindt. En nou ja. Dan zou ik zeggen, like en abonneer op dit kanaal. Check mijn kanaal even, want dan heb ik een backstage vlog, mocht je dat leuk vinden. En dan zie ik jullie in de volgende video. Tot volgende week. Volgende week, later.